Goedemorgen! Yo, fuck, ik heb dat al lang niet meer gedaan, doe je dat? Ik heb niet veel geslapen vannacht, maar vanaf 4 uur deze ochtend begon er ineens een fucking verhuisgame voor mijn deur. En ik ga niet zeggen dat die mensen veel geluid hebben gemaakt, maar what the fuck, die, ik weet niet wat ze hebben gedaan. Maar ze hebben echt gewoon fucking heel huis verhuisd of zo, fucked up. En dat was dus rip mij slaap, ik zie hier ook gewoon moe uit. Alsof ik al 7 jaar niet meer heb geslapen of zo. Maar vandaag gaan we wel iets leuk doen, denk ik. Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk worden we weer tering saai video. Die hele video's doe altijd tering saai. Gooi dan een like. Ik weet niet wat ik vandaag ga doen, maar ik zie daar nog druiven staan. Dat lijkt mij even af. Druifjes zijn vies en beschimmeld. Kijk, kak. Ik ga ze toch opeten. Als jonger heb, dan moet je eten. Huh? Smaken aan mensen met een stinkadem. Vieze druifjes. Vieze druifjes. Dus. Het is niet dat ik vandaag iets speciaal ga doen of zo. Ik ga gewoon normale dingen doen. En het wordt wel een hele leuke dag. Dus het wordt leuk. Dit is niet mijn bril. Ik draag echt geen bril. Dit is niet mijn bril. Dus ja, ik ga mijn tanden poetsen. Want mijn bek stinkt. Nou weet ik veel. Dat is een rotte druiven. Fucking dip. Oké. Ik had zo een droom vannacht. En waarschijnlijk als ik het ga uitleggen, ga iedereen denken: je fucking kant. Welk drugs neem jij allemaal? Kijk, ik weet niet hoe het komt, maar de laatste tijd heb ik echt fucked up dromen. Ik droom niet meer alleen over bitches neuken en zo. Het is nu ook allemaal andere shit. Er zit daar een fucking mayo even te chillen. Die zit daar zo op dat ding, zo te chillen. Yo. Fuck off. Fucking kant. En dus ik droom zo over zelfmoordterroristen. Ik weet ook niet waar is gebeurd. Want de zelfmoordterroristen waren eieren. Het was niet IS of de kerstman, nee, het waren eieren. En ik werd wakker en het eerste waaraan ik kon denken was: yo, I have to make these zelfmoordterroristen. En dat heb ik gedaan. Ik heb 3 zelfmoordterroristen gemaakt en ik ga ze opblazen. Yes! Deze guy heeft zelf jetpack. Je ziet het, het is een jetpack. You see that. Dus we gaan deze motherfuckers opblazen. Deze kijkt een beetje boos omdat zijn vrouw hem waarschijnlijk net heeft bedrogen of zo. Als je de video nu nog niet hebt geliked omdat je hem niet leuk vindt, dan ben je echt een fucking saaie kunt. Deze video's zijn alleen maar voor. Voor mensen, ja. We gaan nu een paar eieren laten ontploffen. Hey, let's go! Oké. Voor mensen die zich afvragen waar is al je YouTube money. Ik heb ooit dus heel veel camera's gekocht. En nu heb ik dus deze camera die we gaan gebruiken. Deze camera gaan we ook gebruiken. We kunnen deze camera ook gebruiken, maar we gebruiken hem gewoon ook. We gebruiken natuurlijk ook deze camera. Want deze camera is ook G. Dus we nemen even de zelfmoordterroristen. En we gaan ze allemaal lekker opblazen. Maar hey, Sid, hoe ga je die dingen aansteken? Je hebt toch geen aansteker, man? Je rookt toch niet? Ik denk wel dat hier, ergens in mijn kamer, toevallig een aansteker ligt. Oh, nice. Yes. Ik weet alleen nog niet zo goed waar ik het ga doen, maar ik denk dat ik het in de tuin van mijn buren ga doen. Want die mensen hebben mij echt al 3 keer aangeklaagd of zo, dus... They deserve it, man. Kijk hoe mooi Blankenberg is. Het lijkt zeker niet op een of andere sloppenwijk of zo. Oké, let's do this. Yeah. Wat denk jij hiervan, kat? Weet jij waar het gaat gebeuren? Nee, zeker. Oh, brave pussy. Ik voel me echt een filmmaker of zo. Ik draag shitty kleren, ik draag shitty pyjama broek en zo. En ik ga een plot change doen. Ik ga het niet hier doen. Ik weet niet of ze thuis zijn, maar boeit niet. Ik ga het daar doen. Deze plek is meer geschikt voor explosieve eieren. Ja. Misschien moeten ze ook eens hun gras knippen of zo. Mooi tuin wel. Goed zo. Fuck. Oké. Ik weet niet waar mijn cameraploeg is. Maar die zijn hier niet. Echoed hier een beetje. Het is echt niet goed dat het hier echoed. Dat betekent dat er alleen maar meer geluid gaat zijn. Dit is een hele professionele setup zoals ik kan zien. Heel duur statief. De acteur is er ook helemaal klaar voor. Ik heb hier nog een camera. Jee. Hey, how are you doing, bitch? Oké, ik ga maar eentje aansteken. Ik zie wel waar het gebeurt. Happen. Deze dingen zijn dus niet ontploft, fucked up, maar ik ga deze wel aan een andere hangen of zo. Ik weet het niet. Ik ga de tweede hier doen, wordt weer leuk. Het zijn terroristen, let's go. Volgende is deze. Deze heeft ook een leuk jetpack, zoals je kan zien, het is helemaal cool. Ik weet niet hoe ik deze ga aansteken. Kijk, het probleem is dus dat dit bommetje die hier hangt, die witte, is fucking luid. Zijn jetpack is echt een atoombom of zo. Oké, we just gonna light that. We leggen hem ondersteboven. En we zien wel wat er gebeurt. Waarschijnlijk is bij de GoPro kapot, of zo. Ja, het boeit niks. Oh shit, dat ik niet verwacht. Fuck. Dat ik niet verwacht. Fuck.
Het ei is weg. Oké, dus. Ik bedoel, mijn GoPro was zelf helemaal vies van alle shit. Dus wow. Dus that's crazy, man. En we hebben nog altijd deze guy. Ja, die hebben we dus niet meer, want er was geen eten. En dat was het enige eten dat er was. Dus ik heb hem vrijgelaten en ik heb hem opgegeten. Very nice. En nu ga ik eerst zelf eens gaan kijken op mijn kamer wat er eigenlijk is gebeurd. Die tweede was echt fucking luid. Zelf op de camera klonk die redelijk luid. Dus great. Voor een keer daar drinken is in mijn huis. Dus het ook weer fucking nice. Hey, dit is een product placement voor Red Bull. I wish. Als Red Bull mij wil sponsoren, zeg ik sowieso ja. Ik zit er al lang aan te denken om met een fietspomp fruit op te pompen. We have a nice hole in the apple. De wetenschap leert ons elke dag dingen bij. Even ook een life hack. Eet je niet zo graag appels, maar wil je wel appels eten omdat het gezond is voor je fucking hoofd? Smeer choco op. So you take a little bit and you smear it up the apple. Fucking nice. Hey, ik heb post. Ik zit hier even en ineens zie ik dat ik post. What would that be? Wow! Shout out naar dat meisje. De dikke shout out naar jou. Wow! Het is ook echt een heel mooi handschrift. Very nice. Thank you! En voor het geval daar vuurwerk slash. Naar deze video kijken. Dit was die hele luide. Die heeft het ei letterlijk opgeblazen. Dit was de video. Vond je het leuk? Yo. Tot de volgende keer. Doei.